Bezit u fonoplaten van Adamo? Geen enkele. Koopt u ooit wel fonoplaten? Ja, toch wel. Van wie dan? Gilbert Bécaud, Aznavour, Fitzgerald, Claude Nougaro. Aangezien u Frans gezongen fonoplaten koopt, waarom niet deze van Adamo? Ja, die hoort u genoeg over de radio. Moest hij in uw buurt komen optreden, zou u gaan zien? Ik denk van niet. En moest men u kosteloze kaarten geven? Ja, misschien wel om de avond te vullen. U weet dat u een maand op een verlaten heiland zult zitten met een platendraaier en u mocht één plaat kiezen. Welke plaat zult u meenemen? Eenzaam zonder jou van Wil Turen. U komt na deze maand terug in de bewoonde wereld. Van welke zanger en welke plaat gaat u luisteren? Van Richard Anthony. J'entends siffler le train. Juffrouw, u bent verkozen tot de trouwste fan van Elvis Presley in Benelux. Koopt u al zijn plaatjes? Jazeker, meneer. Waarom? Om de stem, de tekst of de melodie? Om de melodie en om zijn stem. Niet om de tekst? Absoluut niet. Toen u de eerste keer Adamo hoorde zingen? Dacht ik dat het een meisje was, meneer. Je sais, tout est fini. J'ai perdu ta confiance. Néanmoins, je te croirai. De m'accorder ma chance, si devant mon remords, tu restes indifférente, on ne peut te donner tort, mais sois donc indulgente, au long des joies que nous avons vécues, au nom de l'amour. Croyons perdu sans toi ma nuit, le temps est si lourd, les heures et les jours sombres sans espoir, sans toi ma nuit. Où est-ce que c'est Lambda? Lambda? Marie-Jean. Marie-Jean. Et vandaar zijn jullie? Van Zonhoven, van zover. En waarom bent u juist vandaag naar Jemap gekomen? Gisteren waren we in Wieland, waar we optrad dus. En daar hebben we zijn manager over gezegd dat hij om 8 uur gereed moest zijn. En om 1000 hebben we besloten van ook eens te komen. Gereed moest zijn voor de televisie? Ja, En daarom bent u vandaag gekomen? Ja. Adamo, al die brieven hier, is dat de post van één dag? Ja, één dag. Ja. Van één dag? Ja. Er zijn er al verschillende landen, heb ik gezien. Ja, komen uit België, Frankrijk. Uit Frankrijk, ja. Holland, Zwitserland en ook enige van Congo. Ook van Congo. Ja. En ongetwijfeld ook van Italië. Italië, het begint, ja. Nu wens ik u een vraag te stellen waarop u spontaan moogt antwoorden, zoals u het meent. En ook Landa en Marie-Jean. En wat denkt u dat uw succes, dat uw succes dat begon is met Santa Mami, aan wat is het gelegen? Aan de melodie? Aan de tekst, aan de stem, die ongewone stem, wat denkt u ervan? Ik denk dat elk factor hebben zijn belang. Dus zowel de stem en de melodie en de tekst heeft meegewerkt om uw liedjes populair te maken. Wat denkt u ervan, Lande? Ja, ik denk de inhoud is zeer voornaam. Vooral bij u is het de inhoud die, en de stem. De stem die zeer bijzonder is. Cherche-moi si ça te chante, tu feras ce que tu veux, mais vois-tu par la présente, moi je voudrais te dire adieu, j'en ai assez de tes caprices, je ne suis plus ton pantin, ce qui pour moi était délice. Salvatore, Adamo, het wordt voor ons hoog tijd. Wij moeten van u weg en we hebben daar spijt van. Het is tegen onze zin, Hugo. Echt waar. En ook voor onze kijkers wellicht. Want wij hadden u nog graag zoveel vragen gesteld. Wij hadden u nog graag zoveel liedjes horen zingen. Maar wij moeten gaan. Maar ik ben zeker dat u toch niet uit het nieuws zal blijven. In verband met zijn tournees, Hugo, met Pitchula Clark. Sheila. Met Sheila. En ook in verband met uw optreden in het Olympiatheater te Parijs. Frans, ik geloof dat ons wijselijk kan... Wij ruimen de baan. Maar kijk, Adamo heeft nooit gedaan. Want daar heeft hij al een afspraak met Michel Lemaire, die
het programma Le Moins de 20 ans de minder dan 20 jaren voorstelt en die ook veel heeft bijgedragen tot het populair worden van Adamo als zanger. Voor Adamo eindigt nooit een dag vroeger dan middernacht.